leven laten. Echt, het is troep hier en we waren laat vanochtend. En Sarah die heeft vandaag de eerste boekbespreking ooit. Echt superleuk. En daar was ze ook echt heel enthousiast over. Elke keer tot vanochtend. Toen was ze heel erg zenuwachtig. En ik kreeg echt heel die spanning mee. Dus ik heb ook echt helemaal zo'n zenuwachtig gevoel nu in mijn lijf. En ja, ik ben zo aan het hopen dat het goed gaat. Want ze wist hem zo goed. En als ze thuis oefenen, weet ze het echt perfect. Nou ja, om het dan voor de klas te doen, doen we toch wel een dingetje. Dat heb ik overigens niet tegen haar gezegd. Ik heb er gewoon van, oh wat leuk, en gewoon enthousiast gedaan. En ik ben weer niet scherp. Hallo, camera. Daarbij weer. Wat was ik aan het zeggen? Dus ik heb gewoon enthousiast gedaan over hoe leuk het allemaal is dat ze dat gaat doen. En dat werkte ook wel. Maar ik zou nu zo graag dat spinnetje op het plafond willen zijn die stiekem even mee kan kijken en een fotootje kan maken en gewoon het meekrijgen. Ik vind het best wel een dingetje dat je sommige dingen gewoon niet meer bij bent. En het is niet dat ik het van de over wil nemen of voor de wil doen. Maar ja, ik zou het wel willen meemaken, zeg maar. Dus ik vind dat echt mega jammer. Maar goed, ik kan niks aan doen. Ik heb trouwens vanochtend in alle haast die nieuwe mascara van gisteren opgedaan. Nu heb ik één laagje. Je kan er meerdere lagen op doen. Hij splitst wel heel mooi de wimpers, zoals je kan zien. En ik had al gezegd, als ik tijd heb, dan als ik hem opmaak, ga ik even laten zien hoe die met één en met twee lagen, met drie, hoe die er dan uitziet. Maar in de ochtend, zoals ik gisteren zei, ga ik dat gewoon niet redden. Wij zijn geen ochtendmensen, zoals iedereen weet. En het schiet allemaal niet op, dus dat ga ik niet proberen. Ik ga nu even theetje drinken en dan even flink aan de slag. Na school gaan we, heb ik eerst 10 minuten gesprek, heb ik toevallig ook vandaag. Dan krijg ik ook te horen hoe de CITO-toets is gegaan. En hoe alles gaat, nou in 10 minuten. Nou weet ik het gelukkig wel al een beetje. En daarna naar mijn moeder, die gaat morgen met mijn broertje op reis. Sarah wilde ook graag nog even afscheid nemen. En ik ben er wat nuchterder in, anders zie ik je over een week gewoon weer. Maar voor haar is dat echt een dingetje dat ze dan weggaan een week. En daarna moet ik Robin helpen samen met Sarah. Die doet de fotoacademie en die heeft een opdracht en daar helpen we haar mee. Dus de dag zit aardig vol gepland. Maar wel hele leuke dingen verder. Dus ik ga even met mijn theetje zitten zenuwen op de bank en dan flink wat dingen doen. Nou, en ik heb nog wel wat wasjes te draaien. Tweede was draait. Ik vind dat zo jammer, want het duurt vooral zo lang omdat de wasmachine gewoon een tijd draait en droge zoon duurt. Ik heb een lunchtrommeltje gemaakt. We hebben even een gat voordat we het gesprek hebben. En daarna heb ik dat gesprek. Dan kan Sarah vast lunchen en dan heeft ze gewoon gegeten als we bij mijn moeder aankomen. En verder heb ik geloof ik alles. Dus ik ga nu naar school. Ik had ook nog wat dingetjes waar we hier niks aan hebben. En die wel handig zijn voor op school. Dus die breng ik even naar binnen. En dan kunnen ze het op school gebruiken. Dat is denk ik wel wat fijner dan dat het hier alleen maar in de weg ligt. We zijn weer thuis. Het was heel gezellig even. En goed gesprek gehad op school. En nu komt Robin er zo aan. Die komt ons halen. Ze kan mijn jas aan, want die is er over een paar minuten. En dan gaan we even die foto's maken voor haar opleiding. En het is wel lekker weer. Maar net was het echt wel lekker. Hè? Nu trekt het zonnetje een beetje weg. Beetje jammer. Wil je eten? Je hebt bij oma weet ik voor wat allemaal naar achter zitten douwen. En nu heb je gewoon weer honger. Het is echt niet normaal bij jou. Mag ik? Een rijstwafel. Ja, maar doe je wel even een klem erop, anders wordt het oud. Het gaat heel snel bij die. Dat vind ik niet zo lekker.
En nog een stukje buiten shooten. Dit is voor een andere schoolopdracht. En Sarah moet gewoon in een bezigheid gefotografeerd worden. Doen we gewoon net alsof Robin er niet is. Oh, zo sneu. Sarah heeft een rapport ook gekregen vandaag. En die was best oké. Er zitten wat verbeterpuntjes, maar dat is vooral niet de kennis of het kunnen, maar het netter werken en zo. Dus ze had centjes gekregen van ons en van opa en oma en van de oom. En toen dacht ze, ze is verlegen aan het sparen, dan kan ik er wat van kopen. Want ze had genoeg voor een van de sets die ze wilde en daar was ze al een tijdje voor aan het sparen. Gaan we net kijken. En bij bol.com was die sowieso het goedkoopst en daar had ze geen verzendkosten. Willen we hem bestellen, is die gewoon 4 euro duurder opeens. Ja, ik vind het echt zo stom. Ik weet dat ze altijd met feestdagen opprijzen, maar het is februari, dus waarom? Maar goed, ze waren wel heel verstandig. Die zei, ik wacht wel tot die gewoon weer goedkoper is dan nu. Dat vind ik heel verstandig, want ja, dan kan ze gewoon meer van de geld en dan gaat vanzelf ergens wel weer omlaag. En op alle andere verkooppunten, was die wel de prijs dat die eerst was. Alleen dan waren de verzendkosten echt weer veel hoger. Ja, en ze heeft toch de centjes. En ik wilde wel echt heel goed leren hoe je met geld omgaat. En dat die kosten er zijn. Dus dat dit soort dingen er ook bij horen in het leven. Want anders heb ik ook voor mezelf zoiets. Ja, dan geef ik nog niet echt de les mee die ik mee wil geven. Weet je, ik kan me altijd zeggen, ja, ik leg het verschil bij of wat dan ook. Maar ja, ik vind het opvoeden daarin ook wel echt heel belangrijk en dat meegeven. Dus ik heb echt besloten om dat niet te doen en dan gewoon geduld hebben. Ik heb nu mijn laptop aangezet. Ik ga even de vlog van eergisteren en gisteren editen. Die van eergisteren, die heb ik gisteren overdag even een stukje geëdit, maar die had ik niet afgekregen en 's avonds was ik natuurlijk weg. Dus dan ben ik weer helemaal bij en dat wil ik heel graag zo houden. En daarna weet ik nog niet wat ik ga doen. Er is genoeg te doen, maar het is soms lastig als Sarah op bed ligt om het dan te doen. Dus ik ga gewoon even kijken. En we zien het wel. Ik heb heel hard geëdit. En toen bedacht ik me dat deze nog in de koelkast stond. En die ga ik lekker opeten nu. En ik snoep niet heel veel, maar ik vind dat ik deze wel even mag. Dit is zo vervelend als je naar bed wil. Nog iets meer dan 2 minuten. Ik ben klaar met alles. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik dan even op abonneren hieronder. Daar maak je me heel blij mee. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!